Ja, hersencellen zijn complexe dingen. Die maken elektrische stroompjes en dat doen ze door suikers te verbranden. En voor verbranding heb je zuurstof nodig. En die hersencellen die doen dat eigenlijk continu. Dus ze hebben ook continu zuurstof nodig. En die zijn maar heel klein, hebben geen grote voorraad zuurstof. Dus op het moment dat ze geen aanmaak van zuurstof meer krijgen, dan zorgen ze ervoor dat ze eerst nog even in leven blijven. Maar dat kunnen ze ook niet lang en dan sterven ze af. En dat gebeurt dus inderdaad binnen een paar minuten al. Een cel kapot is kapot. Het is wel zo dat het brein op een aantal plekken de mogelijkheid heeft om op termijn weer nieuwe hersencellen aan te maken. Maar niet voor alle functies of niet voor alle plekken. En dan moet er nog wel behoorlijk wat rest over zijn omdat mogelijk te maken.